Nou, dit was toch wel een heel spannend moment vandaag voor Naturalis. Ja. Ja, het is een emotioneel moment. Dat merk je ook wel, hè, als je hier bent. Dat iedereen uitgelaten is. Ook opgelucht natuurlijk, want ze is er. En daar hebben we 3 jaar aan gewerkt. En als het dan ook echt gebeurt, dat is wel geweldig. En het was toch wel spannend, helemaal uit Amerika overgekomen? Ja, je bent toch... Ik tenminste, ik ben dan toch bang tot op het laatste moment, zoals dat er toch nog iets mis zou kunnen gaan. Al kan je niet bedenken wat het dan zou kunnen zijn, maar het is fantastisch gegaan zonder enig probleem. Maar je wil het gewoon zien. En je wil gewoon de kist openmaken en dan zien dat ze erin zit en dan is het goed. En vanaf 12 september voor al het publiek Vanaf 10 september open voor het publiek. En dan kan iedereen daar komen bekijken. Ja, maar wel tickets bestellen via de site. Want het wordt zo druk dat we alleen maar digitaal tickets gaan verkopen. Dus check onze site, koop daar je tickets en kom niet zomaar naar Naturalis. En hoe lang blijft ze nou uiteindelijk? Ze blijft tot juni. Dan stop met deze tentoonstelling, gaan we een andere tentoonstelling maken. En dan, maar ze blijft natuurlijk altijd, want ze staat weer in een nieuw museum wat in eind 2018 open gaat. Maar ze gaat ook op reis? Ja, ze gaat de wereld door. Iedereen wil Trek zien. En dat is natuurlijk een mooi moment om dan niet in de toren weg te stoppen, maar dat te laten reizen totdat het nieuwe museum open gaat.